President Chandrika Prasad Santokhi meldt dat het grondconversieproces effectief verloopt. Met 157 nieuwe aanvragen goedgekeurd en 60 miljoen SRD aan inkomsten. Verwacht wordt dat de inkomsten tegen het eind van het jaar 150 miljoen SRD bereiken, wat gebruikt zal worden voor het Sociaal Beneficiary Program. Om transparantie te bevorderen heeft de president om een overzicht van alle aanvragen gevraagd. Daarnaast benadrukt hij het belang van het oplossen van achterstanden in de rechtspositie van ambtenaren met inspanningen om promoties en vaste aanstellingen te versnellen. President Chandrika Prasad Santokhi kondigt vol vreugde aan dat de gezamenlijke inspanningen van het volk en het beleid van de regering hun vruchten hebben afgeworpen. Op 6 juni 2024 heeft het IMF de 6e beoordeling onder de Extended Fund Facility voor Suriname succesvol afgerond, waar de Suriname toegang krijgt tot 61,8 miljoen Amerikaanse dollar. Dit brengt de totale IMF-uitkeringen tot 384,3 miljoen Amerikaanse dollar. President Santokhi benadrukt dat harde maatregelen en moeilijke keuzes hebben geleid tot economische groei, dalende inflatie en terugkerend investeerdersvertrouwen. Een gemengd politieteam arresteerde op 5 juni 2024 de 33-jarige verdachte DR aan de Leesweg voor overtreding van de wet verdovende middelen. Bij de arrestatie werden 1790 ecstasy-tabletten, een weegschaal, geld en een voertuig in beslag genomen. De verdachte en de goederen zijn overgedragen aan de narcotica-brigade. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.